Jeffrey, de voorbereiding zit erop. Ben je tevreden? Gedeeltelijk. Bij Vlagen spelen we goede wedstrijden. Maar er zit nog een te groot verval in. Zeker als je kijkt naar de wedstrijd van vandaag. Als je die vergelijkt met vrijdag, dan zie je twee verschillende teams. Ben je vermoedelijk voor het seizoen. Het is misschien nog te vroeg. Het begint dan. Ja, we moeten dat zorgen om dat we zo snel mogelijk constant worden. Hè? Dus we hebben al laten zien wat we in huis hebben. We moeten daar een antwoord op vinden dat we dat constant laten zien. Hè? Ik bedoel, vandaag ontbrak het in mijn ogen aan strijd, werklust. Ik denk dat dan een stukje mentaal erbij komt kijken als je kijkt naar de wedstrijd van vrijdag. Ja, en dat zijn dingen die moeten er heel snel uit, weet je wel. En over het algemeen ben ik tevreden hoe er getraind wordt. Daar is niks op aan te merken. Er zit wel nog een te groot verschil in tussen soms de wedstrijden. En eigenlijk bijna elk weekend zien we dat. We spelen één goede wedstrijd, hè, of dan uit is of thuis, maakt het niet uit. Maar we geven daar geen vervolg aan door twee op rij nu nog te spelen. En volgende week zullen we dat moeten. Hè, want volgende week spelen we de punten. Dus goed, laten we dan maar zeggen om positief te houden dat het goed is dat het vandaag nog gebeurt. En dat we dat volgende week kunnen gaan herstellen met twee goede potten. Ik neem aan, je had van tevoren natuurlijk een idee van hoe jullie gaan spelen dit seizoen. Zie je dan al dingen waar je van zegt van, daar kunnen we verder mee? Ja, zeker. Hè. Wat ik net zeg, bij Vlagen spelen we goed ijshockey. Vooral vrijdag. Vrijdag hebben we 60 minuten lang de wedstrijd gecontroleerd. Hè. We hadden een busrit van 5 uur, wat niet gemakkelijk was. En dan weet je uit het verleden van, ja, weet je, dan kan zo'n wedstrijd wel eens twee kanten op gaan. En die valt dan positief uit. Waarin we eigenlijk als team 60 minuten onze taken volbrengen en die wedstrijd eigenlijk domineren. En er is vandaag niks van terug te zien. Maar bij Vlagen, zeker wat we trainen, zien we terug in de video. We verdedigen vaak goed, we scoren goals uit dingen die we trainen. En er zijn best wel veel goede aanknopingspunten. Wat ik zeg, ik denk het grootste ding is waar we nu, de stap die we moeten maken is constant worden. Om direct al goed van de kie te gaan, dan heb je nog maar een week, hè? Ja, dat zei ik net ook. Hè. Ik bedoel, kijk, onze start is ook aardig zwaar. Hè. We krijgen Luik uit, de kampioen van België. We krijgen de Benelie kampioen hier zondag op bezoek. De week erop moeten we naar Herentals uit. Dus ja, dat is een... Maar dan weet je al meteen waar je staat. Ja, precies. Dat is ook niet erg. Hè. Ik bedoel, ik heb daar niet zo moeite mee. Je krijgt alle teams en dan weet je inderdaad direct meteen waar je staat. En voor ons belangrijk om te laten zien of we hiervan geleerd hebben. We gaan leuke potten zien dit seizoen. Zeker weten. Daar twijfel ik niet aan.